leuk. Ik heb zin in, ja. Kom jongens. Ja, zeker. Dat is gelang toeten. Zee, we gaan weer lichten. Dat aan alles. Today. Zet je vast. Een hele goede morgen, jongens. Nou, het is echt heel vroeg. Bertel en ik en de kinderen zijn wakker. En de make-up artist is er ook al. En ze gaat ons haar en make-up doen. Ik neem jullie mee. Even kijken. Het is een wedding day. Arda, wat vind je ervan dat Amja gaat trouwen? Niet fijn. Niet fijn? Nee. Waarom niet? Waarom? Is toch leuk? Nee. Amja gaat toch trouwen met Melisabla? Ja. En jij vindt toch Melisabla heel lief? Ja. Nou dan, is toch leuk? Nu altijd als je met Amja bent, is Melis Abla daar ook. Ja, dan zie je Melis Abla ook. Dat is toch leuk? Ga je straks je mooie pak aantrekken? Nee. Nee? Ga je zo? Ja. Mooi hoor. Ja. Hoe voelt het om in Nederland te zijn? Leuk. Leuk? Ja, hè? Zou je hier nog willen wonen? Ja. Ja, het lust wel, hè? Ja, jongens, ik word vandaag opgemaakt door Sira Visagie. Door Nasira. Echt een super lieve meid. En een knappe meid. Mashallah. Super lief. En wat ik vandaag wilde is gewoon... hoe kan ik dit het beste beschrijven? Soft glam make-up. En ze gaat er by the way ons haar ook doen. En ik laat jullie straks zien. Straks mijn jurk zien. Daar heb ik al 100 keer over gehad in mijn vlogs. Maar ik zei elke keer al. Op de dag van de bruiloft laat ik het jullie zien. En ik heb een jurk wat een hele aparte kleur heeft. Toch, Britten? Uh-huh. Waar is jouw jurk, Britten? Oh, is thuis. Ja, yeah, ready for today? Zeker. Oké, guys, mijn make-up is gedaan. De belichting is super slecht, zie ik. But I'm obsessed. Precies wat ik wilde. Echt super nice. Thanks to Nasira. En nu is Betty aan de beurt. Betty lachen. Smiley. En daarna gaan we het haar doen. By the way, guys, dit is mijn dress. Dit is mijn jurk dus. Ik vind dat het een hele aparte kleur heeft. Iedereen die deze jurk ziet zegt, wow, echt een aparte kleur. Hij is niet groen, hij is niet geel. Beetje mosterdachtig. En deze heb ik dus in Bursa gekocht. En ik heb hem ook helemaal laten kleiner maken hier aan de zijkanten en zo. En dit stukje is ook extra genaaid. En straks als ik hem aan heb, laat ik hem jullie helemaal zien. Nee. Heb je wat geleerd vandaag? Voilà. Nou jongens, onze make-up is gedaan. Eerlijk met u, ben je tevreden? Zeker. Echt super mooi, hè? Ja. Zij heeft zo mooi haar werk gedaan. En ja, we zijn echt super erg tevreden. Straks als Bertel ook helemaal is omgekleed, gaan we jullie haar jurk en mijn volledige jurk laten zien. Kijk, zo ziet make-up eruit. Echt super nice. Jammer dat het niet mee zit met het weer. En ons haar is zeg maar een soort van half naar achter gestoken. Tenminste, mijn haar half naar achter gestoken. En waves. En Betty heeft ook waves. En zij heeft deze, zeg maar haar hele voorkant, heeft ze naar achter. Dus zij heeft het zonder plukjes. Voor de rest hebben we ook, we wilden ook zelf de make-up. Dus we hebben ook eigenlijk zelf de make-up. Alleen verschillende soorten wimpers. En verschillende soorten, tenminste jouw lipliner is iets donkerder. En mijn oogschaduw. Het is wat donkerder. Ja, ietsjes donkerder aan de onderkant. Maar qua tinten is het wel hetzelfde. Ja. En qua haar ook hetzelfde. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde. En dan gewoon kleine dingetjes, zo details net niet. High five. Zeker. Dat wilden wij zin ook. In. Met ja. jurk ook ja. eigenlijk. Maar. Nou, we hebben er super veel zin in. Het is zo raar dat ze dat gaat trouwen. We kunnen het niet geloven. Ja, nu gaat je tweede broer trouwen. En dan is Bertel de enige die nog over is die moet trouwen. ja, het is echt een hele spannende dag. Maar we hebben er echt heel veel zin in. Ah nee, ben je er klaar voor? Ja. Het ziet er mooi uit, mashallah. Ja, dankjewel. Jij ook. Oh, la la. La 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 la. Bertel? Tada! Ja, heel mooi, schat. Wie? Schoonvader, heel mooi. Deze, zin in?
Wat zeg je? Heb je er zin in? Oh, ja, zeker weten. Nou, we gaan zo meteen even beneden dansen. Hoe noem je dat? Die touw. En daarna gaan we de bruid ophalen. En dan moeten we een uur rijden, hè? Ja, precies een uur. Ja, een uur, schat. Het is half uur. 40 minuten. 40 minuten. Puntje op de i aan het zetten. Ja, een boeket dan, zijn nu een boekapje al jongens. Arda, heb je er zin in? Ja, kom hier staan. Kom hier staan. Yay, there we go, Musti. Woehoe! Sadat Amja, Zain, we gaan Melissa blauw ophalen. Toeter gaat zo op. Die toeter gaat op. Dat is echt zo. Als je te lang toetert, doet het niet meer. Voilà. Is dat iets voor Nederlandse auto's? Nee, maar zo meteen gaat hij weer. Moet je even wachten. Dat we goedemorgen, vandaag is het zondag. We hebben een pakketje binnen van voetbalshop.nl. We hebben best wel veel gehaald. Nieuwe voetbalschoenen voor de kinderen. Wat heb je nog meer, moes? Even kijken. Oh ja, voetbalschoenen voor Moes. En deze zijn ook voor jou, Moes. Deze zijn echt vet. Ja, echt vet. En dan hebben we ook nog een jas voor Arda. Een Nike jas voor Arda. Echt een hele leuke jacket. Oh ja, scheenbeschermers voor kinderen. Moes, je hebt echt mooie pyjama broek aan. Wauw. Huh? Sokken voor kinderen. Ja, zullen we dit allemaal eruit halen? Kijk Arda, jullie hebben nieuwe voetbalschoenen. Mama, die is van papa. Huh? Nee, die is van jou. En wij zijn aan het inpakken. Het is echt een drama. Echt een drama. Trouwens, ik had deze hakjes gescoord bij de Primark. Deze had ik gisteren dus aan, onder mijn jurk. Ze lopen zo lekker en ik heb brede voet. En je kunt ze dus zeg maar breder maken hier. Dus dat is echt heel, heel fijn. Dus ze waren 17 euro. Zo, mijn stem is gewoon weg. En we gaan nu verder inpakken, want we nemen heel veel winterspullen mee. Kijk, kijk, kijk. Koffie. Ja, maar die andere auto is bij Amja. Die gaat Amja inleveren. Oma kusje.
Oké, ga maar zitten jongens. We gaan weg. Schiphol dag. Wij gaan richting Turkije. Turkije. We gaan naar huis jongens. Tijd om naar... Kijk, er zitten nog heel veel glitters in van de bruidsjurk. Leuk hè? Zien jullie dat? Heel veel mooie glitters. Heel verdrietig jongens. Oma moet huilen. Zielig hè? Niet leuk hè? Maar we hebben tegen oma gezegd dat ze binnenkort weer bij ons moet komen hè, weet je? Ik kom. Ik heb nog twee mensen daar voor werk, zeg maar. Ik zeg, ja, laat die mensen zitten en je kan toch gewoon naar Mantama komen. Ja. 2-3 maanden of zo. Maar ik denk ook dat ze... Gewoon dat ze besef heeft dat ze gewoon echt oud begint te worden. Ja, en dat ze ook alleen is nu. Ja. Je moet even goed doen. Jongens, het is gewoon moeilijk als je in het buitenland woont en... Je hebt gewoon een mama. Die je moet missen. Maar goed, dat slijf hoort erbij. Ik ben nog lang niet de enige. En echt waar ik moeite mee heb, is gewoon dat ze alleen is. En ook dat, dat ze gewoon op leeftijd is. En dat je gewoon aan haar hoort. En ziet dat ze gewoon beetje bij beetje achteruit gaat. Denk maar bijvoorbeeld aan... Ja, gewoon echt van die ouderdomstrekjes. Ze heeft last van haar voeten opeens. Ze loopt minder snel. Haar gehoor gaat steeds achteruit. Ze heeft een gehoorapparaat, maar blijkbaar moest ze weer terug omdat haar gehoor nog een stukje achteruit is gegaan. Je merkt dat en je ziet dat aan alles. En dat is gewoon heel moeilijk. Maar goed, nu gaan wij richting Schiphol. Schoon ouders rijden achter ons. Bij hun zitten de koffers in de auto. Wij nemen 4 volle koffers mee. Met alle winterspullen. Ja. Waarom ik zo praat? Omdat mama een brok in haar keel heeft. Omdat ze bijna moet huilen, ja. Ja, bruiloft was leuk. Echt een hele leuke bruiloft. Moes die heeft letterlijk met moeite 2 dagen vrijgekregen van de club. En hij kon ook niet langer blijven. En Veer gaat ook met ons mee. Die komt ook zo meteen naar de airport. Ja, Veer Abla gaat ook met ons mee. Die komt bij ons op bezoek. Super leuk. En zo vliegen we terug naar Istanbul. Is jij oma, liefie? Niet huilen, anders gaat mama ook huilen zo. Oma, kom bij ons op bezoek. Niet huilen. Oma, kom bij ons op bezoek, lieverd. Veer. Ga je bagage inleveren? Ja. Ik ga met hem mee. Jongens, kijk eens. Nou jongens, wij zijn op Schiphol door de douane. Wij hebben zo lang in de rij gestaan. Het is chaos. En chaos. Ik denk als wij 30 minuten te laat waren, hadden we onze vlucht gemist. Hoe lang hebben wij gestaan, jongens? 4000 uur? 5000 uur? 5000 miljoen uur. Zo voelde het wel, hè? Kom, let's go. En moest eens even naar de McDonald's gaan. Om eten te halen. Ik vind mijn outfit vandaag echt stoer. En dit is een jack die ik heb gekregen van Studio AR. In samenwerking met Queen of Jetlags. En ik post onder deze video een link. Kunnen jullie even haar collectie zien. En zij heeft echt een hele leuke collectie met hun. Kijk hoe cool deze is. Nou, dames en heren. Nou, jongens en meisjes. Wij zitten lekker in het vliegtuig. Met iPads. Kijk jongens. Als jullie je telefoon ergens kwijt kunnen. Dan doe je dit gewoon zo. Dan, laat zien. Wat doe je dan? Zo. Zet je maar tussen. Zet je hem vast. En dan kan je gewoon rustig kijken. Ik ga stuk. Dan zo. Zo. En dan kunnen we kijken. Welkom to Sabiha Gökçen. Havaliman. 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 Spreek jij dat uit? Havaliman. Havaliman. Nou, Arda en Zijn die zitten hier in de auto. Hi. Vliegtuig. Ja, vliegtuig. En... En we hebben ook een taxi erbij. Ze zijn ons met 2 auto's komen halen. Dit is onze eigen auto.
en een vriend van de chauffeur, zeg maar. Want onze koffers passen er niet in. En net wanneer we de last thing erin wilden doen, deze twee tassen, vroeg Sfeer aan mij, waar is jouw laptop? En toen zijn we erachter gekomen, thanks to Fear, dat mijn laptop dus nog in het vliegtuig ligt. Tenminste, ik ben hem daar vergeten. Don't ask me how. Maar twee keer omgekeken. Dat zou Malika niet zijn als dit niet zou gebeuren. Of zeg ik het verkeerd? Nee, dat zou... Nee? Ik zou Malika niet zijn als dit niet zou gebeuren. Ik raak van alles en nog wat altijd kwijt. Laatst was het met de iPad van Zeen ook vergeten in de lounge hier op vliegveld. Het was een andere vliegveld. De nieuwe Istanbul hebben ook die dagen op zitten wachten. Maar ik heb echt mijn laptop nodig. Want afgelopen week heb ik geen één vlog online gezet. Omdat ik zo druk was in Nederland. En ik ben niet eraan toegekomen om te editen. Naar wie zwaaien? Naar wie zwaaien jullie? Naar iedereen. Doe maar zwaaien dan. Doe maar zwaaien. Zeg maar in bed. Maar ja, moest die even naar binnen toe en hopen dat we mijn laptop krijgen. En vertel jullie zo meteen wel of dat is gelukt. Maar ik heb hem echt nodig. Oh my god, ik kan mijn laptop niet kwijtraken. Hey, mijn laptop is back. Nou jongens, het is 2:00 in de nacht volgens mij. And we are back at home. Veilig thuis. We hebben even die bed van Sfeer opgemaakt. Kids liggen keel. En we hebben ook besloten om kinderen morgen niet naar school te brengen. Omdat Arda ook zo'n test of zo moet krijgen. Waar moet hij dat doen, zo'n ding, Moes? Ja, bij zo'n... ik weet het eigenlijk ook niet. Maar ik weet wel waar het is. Maar ja, dat moesten we sowieso van de week doen. Dan kon hij sowieso niet naar school. Dus dan is het beter om hem morgen niet naar school te brengen. Aangezien ze ook echt super moe zijn. Dus ja, ik begin morgen weer met een nieuwe video. Dus thanks voor het kijken.